Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we op zoek naar de grootste vuurwerkcake die wij kunnen vinden op de Poolse markt. Let's go! Oké, jongens, wij hebben een aantal jaar geleden samen met Joey hebben wij een mega cake gekocht op de markt. Dat was toen de tijd de grootste die ze toen verkochten. Alleen dit jaar zijn de tijden totaal veranderd en gaan we nu op zoek naar de grootste cake die te koop is op de markt. Het maakt niet uit wat het kost. Wij gaan gewoon voor de grootste die daar ligt en wat het kost, kost het. En die gaan wij gewoon afsteken daar. Ja, dus daar gaan we meteen afsteken. Gaan we heerlijk van genieten. Ja. Wij weten natuurlijk al wat we gekocht hebben. Ja, precies, want we staan nu in Nederland en we schakelen straks terug naar Polen. Maar inderdaad, we staan niet voor niets in Nederland, want wat is er nou gaande? Ja, moet je kijken, jongens. De aanstekers van Pyro for You gaan als een trein. Ja, het is niet normaal. Dit is serieus bijna alles wat we hebben. Ja, we hebben misschien nog normaal. Een paar dozen aan de andere kant. Maar het gaat zo hard dit jaar. Het is niet normaal. Ik denk dat er nog... Kijk, hier liggen er een paar. Maar we hebben er denk ik nog 200 aan de andere kant liggen en stop. Is ook niet veel. Nee, dat is echt niks. Echt serieus, na een weekend is dat op. Het kan zijn dat je deze video ziet dat bijna alles uitverkocht is. Of er al heel groot deel. Maar wees gewoon op tijd bij. En geniet vooral van deze video. Ja. Want dit is een van de laatste video's. Hele mooie. Wij willen jullie sowieso bij deze al bedanken. Voor alle support. Alles erop en eraan. De Polentrips worden ontzettend gewaardeerd. We doen volledig ons best om zoveel mogelijk toffe content voor jullie te maken, wat mogelijk is, wat mag en wat volgens de regels is. Maar geniet gewoon heerlijk van deze video en doe vooral voorzichtig met oud en nieuw. We willen natuurlijk wel op zoek naar een grote cake. We willen niet zoiets als dit. We willen ook niet zoals... We willen iets dat je met twee man kan tillen. Dit, maar we willen inderdaad gewoon even iets dat je denkt, goh, dat is een flinke cake zoals dit. Dat is een flinke unit. En een beetje dit. Kijk, Koen heeft wat. Dit is wel leuk. Dit om is zo wel af te steken. Gaaf. Deze is 504 euro's. Dure grap van Triplex. Maar we staan er nu toch. 25 tot 30 mm. Hier is de prachtige gigant. 45 mm, 105 shots. Dat zijn heftige dingen. Jij bent hem even opzoeken. Ik ga hem even opzoeken, dan weten we wat we kopen. Ja, want dat is wel belangrijk, vooral met deze prijsklasse. Zo, hij is wel groot hoor. Je hebt deze. Ja, het is echt een blok, jongen. Dit soort blokken zijn ook wel hele mooie. Tussen de 30 en 50 mm. Ja, dat is ook vet hoor. Of zeg ik het verkeerd, want hier zie ik weer 30 mm, 128 shots, 80 seconden. Deze zetten we even op de grond. Ja. Zo. Opzetten. Ik denk dat we deze wel willen. Het filmpje laat niet door het internet. Oké, je hebt een mesje of een schaar. Een schaar inderdaad. Ik zie het effect is 37 meter breed en 60 meter hoog gaat hij. Oké. Dat zijn die tubes. Ja. Ja, oh ja, kijk eens. Ja, dit zijn flinke jongens. We zijn eruit jongens, we zaten eerst te twijfelen tussen deze. Ja, de Shockwave F3. Deze was 568 euro. Maar toen dachten we voor datzelfde geld kunnen we ook twee cakes halen. Dan halen we deze. 50 mm. 50 mm. Toch wel een funke. Ja, toch gewoon, dat is wel echt een goede jongen dit. En deze wilden we al heel graag doen. Ja. Dus dan hebben we deze en. En we pakken hem er gewoon bij. We hebben toch wel een lekker blokje. Het is een duur blokje. Die is 456. Ja, en we gaan hem meenemen. Ja, het wordt 6 of 500 nog wat. Ja. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up. De gigant. Die moet op je schoot. Ja. Zo. Die moet achterin op de schoot, ja. Hij past net aan. Holy moly. Nou. Stoken jongens. We gaan ervoor. Heel veel zin in. Zo. En het is een stukje donkerder. Zo. En we hebben hier al de cake staan. Wat een blok hè. Wat een blok. Zullen we hem even openmaken? De gigant. En dan even een beetje kijken hoe het er allemaal uitzag. Ik kan me nog herinneren dat we toen over het blok heen liepen. Dat was denk ik dat blok keer. Ja, en jij ging hier nog even opdrukken daarop. Ja. Lag hier ook toevallig. Ja, dat was keer. Staat ook online die video volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja. De grootste cake ooit afsteken of zo. In 2018 hebben we dus ook een mega cake afgestoken. En deze mega cake was net zo duur als de cake die we nu gaan afsteken. Alleen kijk wat een mega verschil je toen had voor die prijs. Wat ik zie. 3000 gram netto volgens mij. 3 aan kruid. Ja, dat is sick. Kijk eens wat een blok, jongens. Kijk eens wat een blok. Ja, de tubes hoor. Kijk dan. Dat is geen dummy, kan ik je zeggen. En dan gaan we ook nog deze tegelijk afsteken. Ja, dit is eentje met titanium tussendoor. Ja, nou, dat is ja, dat willen we. Dus dan steken we die aan en die. En die gaan het gewoon tegelijk. En dan hebben we één dikke show. Dus dat mag zeker gevierd worden. We doen dit uiteraard in... Polen! Ja, want in Nederland is dit absoluut niet toegestaan. Nee. Je mag het niet meenemen, je mag niks niet de grens over helemaal niks. Helemaal dit is ook F3 zie ik staan. Ja, mag dus... ook niet in Duitsland volgens mij. Weet ik niet. Geen idee. Gewoon niet meenemen. Nee, gewoon het blijft simpel. In het land. Ja, precies. Nou. Goed.
ik ben echt. Ja. Deze tubes zien er wel een beetje verkrekt uit, maar dat schiet wel doorheen ook. Waar kan je die verkrijgen? Pyro voor jongen, als ze nog te koop zijn, anders kan je nog andere pyro aansteken. Dat is zeker waar. Boys, fik erin. Oké. Okay. Daar gaan we. Zo, dit is niet normaal! Hoor het vallen, hoor het regenen. Het regent. Kijk dit, joh. Het sneeuwt. Ik kan het niet krijgen op beeld. Holy shit. Helaas, maar... Wij gaan er van tussen. Wij gaan even snel weg. We gaan even de cake morgen opruimen. Gaat helemaal goed komen. Zo. So.